Hoi, vandaag laat ik met heel erg veel liefde en toch ook wel een klein beetje trots mijn The Body Shop collectie zien. Winter 2014, ik denk herfst-winter 2014. Ik heb deze video al eerder opgenomen, dat was echt een half jaar of zo toen ik begon met YouTube filmpjes. Dus dat is alweer bijna anderhalf jaar geleden. Ik doe het nu weer. Ik heb het allemaal hier voor me neergezet op mijn bureau. En het is echt best wel heel erg veel. Maar dat vind ik ook niet gek, want ik ben echt een The Body Shop fan. Er zijn mensen echt fan van Rituals en er zijn mensen fan van Lush, bijvoorbeeld echte Lushies. Bijvoorbeeld Evelien van OFashion.nl. Als je bijvoorbeeld leuk vindt om Lush collecties te zien, moet je echt op haar site kijken. Ik ben een The Body Shop fan, in volle glorie. Zelfs al voordat ik blogger werd, dat was mijn merk in huidverzorging en make-up. Pure liefde. En nu ben ik natuurlijk blogger en ontvang ik sinds ongeveer drie kwart jaar pakketjes van The Body Shop. Nou, ik kan je vertellen, de eerste keer dat er een pakketje binnenkwam van The Body Shop. Boels en ik hebben echt even een momentje gehad. En we hebben echt eventjes in de woonkamer gezeten en in volle glorie een pakketje uitlopen pakken. Omdat hij ook wist hoe tof ik dat vond. Dus ik laat vandaag het zien. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Dus ik denk dat ik maar gewoon begin bij de producten waarvan ik het meest heb. En dat is huidverzorging. De Body Butters. En daar heb ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dat is echt belachelijk. Ik heb 10, 11. Nou, dat is niet echt een body butter. Nou, grote potten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan nog twee kleintjes en een body sorbet. De body sorbet is deze. Dit is pink grapefruit. Heel lekker voor in de zomer. Ik vind het ook een prima prijsje hebben. Het was volgens mij iets van 8 euro of zo. Ik vind hem, bijna alle reviews van deze producten kun je trouwens zien op de site hoor. Ik vind hem heel lekker, maar pink grapefruit is niet heel erg mijn geur. Voor de zomer, aankomende zomer of lente, zou ik dan wel weer eenzelfde soort kopen. Ik heb deze gekregen, maar dan wel in een geur die iets meer bij mij past. Wel lekker fris, maar iets zoeter. Grapefruit is toch best wel scherp of zo ook. Dan, even kijken, begin ik gewoon bij de bovenste. Ik heb een body butter van Wild Argan Oil, die collectie. Even kijken. Ja, Wild Argan Oil body butter. En die heb ik al goed gebruikt, zoals je kan zien. Enige nadeel ervan is dat Boris hem niet zo lekker vindt. En ik gebruikte deze heel erg graag 's avonds. Maar dat betekent dat ik natuurlijk in bed rook naar deze geur. En daar was Boris niet zo heel blij mee. Dus ik ben hem maar 's ochtends gaan gebruiken, want dan heeft hij er tenminste geen last van. Soort van. Deze, dit is de Mango Body Butter. En deze heb ik ook goed gebruikt, zoals je kan zien. En deze is heel lekker zacht. Waar ik vind dat de persik, de peach, een beetje zweterig kan ruiken. Het klinkt misschien heel raar dat ik dat zeg, maar misschien herkent iemand dat wel hoor. Vind ik dat deze Mango dat niet heeft. En je ziet ook in substantieverschil, bijvoorbeeld met de Argan versie. De een heel zacht is en de ander wat harder. Terwijl ze op dezelfde locatie staan. Ik vind dit soort producten, deze substantie, hebben mijn voorkeur. Deze prefereer ik. Maar deze is echt heel voedend. Dus echt heel lekker voor, in de winter eigenlijk voor nu. Dus als je nog iets zoekt wat heerlijk voedt, hier zit namelijk shea butter in. Dus dat is wel echt top. En kijk, dan heb ik er nog eentje met papaya. En die heeft ook een weer wat hardere structuur. Zit er net een beetje tussenin, heel grappig genoeg. Nog niet zo heel veel gebruik van gemaakt, maar ruikt heel zacht. En als ik dus zin heb in een zoete geur, maar wel een zachte geur, dan pak ik deze van papaya. De meeste body butters hebben als prijs 15 euro voor 200 ml trouwens. En de kleintjes zijn 5 euro en die bevatten 50 ml. Dan, de Glazed Apple. Het pronkstuk van de nieuwe kerstcollectie van The Body Shop. En dit is, samen met een versie die ik zo dadelijk ga laten zien, is dit mijn favoriete geur. Hij is fris, hij is zoet, hij is aanwezig, maar toch subtiel. Heerlijk. En deze substantie vind ik dus heerlijk. Want deze is dus heel erg zacht en niet hard. Wellicht daardoor dus ook iets minder voedend. Je moet het daardoor iets meer hebben voor de geur ofzo. Als je snapt wat ik bedoel. De Shea versie. Deze is dus ook wat harder. En deze is dus echt ideaal voor drogere plekjes, drogere benen. Ideaal. En hij ruikt heel boterachtig, heel zacht. Ja, heel neutraal ook wel. Ik vind bijvoorbeeld de kokos, vind ik dan ook lekker. Die ruikt dan een beetje zoals deze, maar heeft dan iets meer body. Daar heb ik toevallig geen exemplaar van liggen. Heeft ook als reden dat ik die wel wil kopen, maar ik heb gewoon te veel. Ik moet dit eerst opmaken. En wees ook niet bang, dit maak ik echt op. Dit is iets, dan pak ik weer een tijdje een pot en dat leg ik weer terug. En dan pak ik een andere pot en op deze manier komt het altijd wel op. Kijk, en nu ik natuurlijk meer producten krijg, heb ik het ook niet meer altijd zelf in de hand. Ik koop eigenlijk niets meer van de Body Shop, gewoon omdat qua lichaamsverzorgingsproducten, want het is gewoon anders te veel. Deze blueberry is ook een beetje een hardere substantie. Heerlijk.
Blueberry is wat, wat zachter en wat warmer en toch, toch fris. Dus ik vind hem daarom heel uniek binnen de Body Shop. En het is eentje die ik ook echt enorm graag gebruik, maar wel weer meer iets voor de lente en de zomer. Dan een kerstcollectie product van vorig jaar. Het is de White Gardenia Body Cream. Niet een body butter, maar een body cream. En die is dus ook wel heerlijk zacht. En deze ruikt licht naar bloesem. Ik gebruik deze niet zo heel erg veel, omdat ik toch meer ben van de fruitige dingen. Ik vind deze wel lekker. Ik bedoel, ik heb hem zelf gekocht. Maar bloesem, gelukkig ruikt hij niet heel sterk naar bloesem. Maar soms, je moet er zin in hebben. Dat is het een beetje. Ik weet niet meer of deze wordt verkocht. Ik heb deze toen in ieder geval in de kerstsale gekocht. Want dat is ook een moment waarop ik altijd insloeg eigenlijk. De Body Shop Vitamine 1. Hier heb ik de Body Butter van. Deze is meest ver op, maar deze koop ik elk kwartaal weer. Maar dat komt omdat ik deze dus bijna elke dag gebruik. In ieder geval 's avonds of voor mijn handen of nog even een deel van mijn lichaam. En dit is dus een product dat ik constant eigenlijk altijd vast gebruik. En deze koop ik dus ook constant weer opnieuw, ongeacht wat ik nog in mijn kast heb liggen. Gewoon omdat ik deze zo fijn vind. En daar heb ik dus ook, en dat laat ik dan meteen ook maar zien, daar heb ik dus ook een dagcreme en een nachtcreme van. Relatief dure producten, maar dit is mijn favoriete verzorgingslijn. En dan hebben we nog, daar heb ik er 3 van. Dat komt omdat het ook in een setje zat. Daar heb ik de Cranberry. Even kijken, want dat heette vorig jaar de Cranberry Joy. En het heet nu de Frosted Cranberry. Maar uiteindelijk is het dezelfde geur hoor. Hier heb ik maar een klein beetje nog van opgemaakt. Deze heb ik ook nog maar heel erg kort. Dit vind ik dus echt een geur voor herfst en winter. Dus deze gebruik ik dan echt heel graag. Dit is samen met de Glazed Apple mijn ultieme favoriete geur. En dan heb ik natuurlijk deze als basis, maar dat is gewoon een soort van standaard. Echt qua geuren. Cranberry en Glazed Apple. En Cranberry is natuurlijk een kerstcollectie. Ik denk dat dit misschien wel een van de laatste keren is dat zij hem hebben. Maar ik heb genoeg. Gelukkig gaan de producten van de Body Shop ook niet heel erg snel over datum of zo, weet je wel. Dus dat is wel, of ruiken ze, duurt het heel lang voordat ze gek beginnen te ruiken. Dit is een potje wat ik altijd in mijn tas heb. Dat kan je ook wel zien. Die is wel wat meer op. Ik vind zo'n grote pot ga ik niet meenemen in mijn tas. Dat vind ik onpraktisch. En deze is helemaal nieuw. Want deze zat in het setje Love. De Cranberry Edition. Nummer 2. En je hebt dan ook nummer 1. Vanilla Brulee. En je hebt ook nummer 3. Of andersom. Glazed Apple. En in dit product zitten dan 4 producten. Daar zit een body butter in. Dat kost trouwens €15. Daar zit een tinted lip balm in. Heerlijke producten. Niet heel voedend, maar lekker qua geur. Een zeepje. En een shower gel. En dat is wat je dan krijgt voor €15. Dus die producten heb ik dan ook meteen laten zien. Ik wilde die geur, want we mochten zelf op het pers-event kiezen welk boek we meekregen. En ik wilde graag de Cranberry. Want ik had dus al heel veel producten van Glazed Apple. En ik vind zelf vanille brulee is niet mijn geur. Ik hou niet zo van vanille. Even kijken. Dat waren de body butters. Dan heb ik ook nog naast de sorbet, dan heb ik ook nog deze Fijian Water Lotus Body Lotion. Ik ben niet zo'n fan van body lotion. Het is heel erg lekker licht in de zomer. Dus dan gebruik ik hem wel in alle eerlijkheid heel erg graag. Maar voor de rest hou ik gewoon van dit soort dingen. Gewoon de lekkere, volle, voedende, zachte, lobbige crampjes. En deze is daarin wat te dun voor mij. Maar in de lente en de zomer, vooral op hele warme dagen, vind ik het dus wel ideaal. En dit was een nieuwe collectie van de Body Shop. Volgens mij was hier trouwens ook een luchtje van. En nou weet ik even niet meer waar die. En dan moet ik echt even daarheen kijken. Maar ik weet even niet meer waar die is. Maar deze is wel heel erg lekker hoor. Ik vind het ook ideaal dat je hem neer kan zetten en dan zo'n pompflaconnetje kan gebruiken. Ik zit heel even te kijken waar ik nu over ga. Want ik heb natuurlijk allerlei andere dingen al gepakt. Een zeepje van Glazed Apple. Die leg ik altijd in mijn kast. Die gebruik ik dus niet echt. Die heb ik wel gebruikt om te reviewen. Even een aantal keer gebruikt en daarna is hij opgedroogd. Heb ik hem afgepoetst zodat hij netjes was en toen heb ik hem in mijn kast gelegd voor de appelgeur. Dat vind ik dan zelf heel lekker. Dat doe ik op een gegeven moment ook met een ander deel van mijn kast met dit zeepje. Want ik hou gewoon niet zo van vaste zeepjes. Het droogt je handen net iets te veel uit, vind ik. Kost trouwens €3,50 en is ook in meerdere geuren verkrijgbaar. Dan deze Glazed Apple Bath Jelly. En dit vind ik ook echt een enorm leuk product. Ik heb alleen geen bad. Dus ik moet het bij mijn ouders ook gebruiken. Ik heb het voor de review dus ook gebruikt in de wasbak. Echt een heel leuk product. En je hebt het ook in meerdere geuren trouwens. Ik weet heel even de prijs niet meer. Rond €10. En dat vond ik dus ook een heel net prijsje. €9 dacht ik. Leuk dat het ook verkrijgbaar is in andere geuren. Maar deze is in ieder geval degene die ik heb. Dus papa, mama, ik kom eraan.
Dan, ik zit heel even te kijken. Oh ja, ik heb deze natuurlijk ook nog. Je hebt een penguin en een polar bear. Die kan je voor 5 euro kopen. En dan kan je dan shower gel opdoen. En dan heb je een soort sponge. Echt super leuk. En ik heb hem nu gewoon op mijn kamer staan. Want ik vind hem gewoon echt heel schattig. Maar dat ben ik. Ik hou wel van knuffeltjes. Dus ja. Ik ben nu even aan het kijken waar ik nu... Want dit is volgens mij allemaal make-up. Dus dan heb ik dit de product nog. Dit is de Passion Fruit Shower Gel. Deze heb ik al best wel heel erg lang. Deze neem ik mee telkens mee op vakantie. Vind wel oké. Vind hem lekker. Ik ben wel fan van de shower gel met de cranberry geur. Die gebruik ik heel graag. Deze dus. En die koop ik dan vaak ook in de kerstsale een aantal flessen van. En dat gaat dan binnen een half jaar op. Dit soort geuren vind ik ook lekker. Maar iets minder boeiend. En ik heb dan genoeg producten dat ik het niet meer koop. In de aanbieding zijn ze 5 euro. En dan die kans wacht ik dan meestal af. Want anders vind ik het net te duur. Even kijken. En dan volgens mij hebben we parfum. En dan nagellak. Oh, en ik heb ook nog handcreme. Oh, jongens. Deze twee versies heb ik ook opgestuurd gekregen. Dit is de Shea handcream. En de strawberry handcream. Handcream. En ik vind het heel erg leuker uitzien. Ik vind ze gewoon echt heel erg tof. En ik gebruik ze ook heel erg graag. Deze is ook al een stuk meer op. De strawberry. Deze heeft in mijn tas gezeten een tijdje. En deze ligt in een bakje in de keuken. Dat altijd als ik na het afwassen bijvoorbeeld heb ik droge handen. En dan gebruik ik deze. Vind ik ideaal dat ik overal in het huis gewoon iets heb. Want dan hoef ik met mijn luie kont niet erg naartoe te lopen om het te pakken. Maar heb ik het gewoon lekker bij de hand. Ideaal. En deze kostte, nou het is niet zo heel duur, rond 5,50 euro. Dat was het, 5,50 euro. Dus het zijn echt hele leuke producten. En je hebt enorm veel geuren. Dus je kan echt je ding doen. Dan, even kijken, geuren. Hier komt morgen, of als deze video online komt overmorgen, maar hier komt donderdag een review van als het goed is. Dit is de nieuwe geur Red Musk, de vierde in de lijn van de Body Shop. En dit is de Perfume Oil. Het is een geur die je echt even zelf moet gaan ruiken. En als je hem gaat ruiken in de Body Shop winkel, doe hem dan even op. Ga dan je ding doen, ga nog even winkelen, ga nog een blokje om. En ruik hem dan pas weer opnieuw en bepaal dan of hij lekker is. Want de eerste keer dat ik hem opdeed, had ik echt een reactie van, oeh, niet mijn ding. En nu gebruik ik hem super graag, want ongeveer na een kwartiertje, half uurtje, mengt hij zich met mijn huid. En komt er een andere laag, een andere noot naar boven. En dan vind ik hem heerlijk, want er zit tabak, musk, peper en kaneel in. En op een gegeven moment ruik je dus iets meer de kaneel. En in het begin heel erg de peper en de tabak. En dat vind ik zelf minder. En de uiteindelijke geur die het wordt, zalig. Maar ga hem dus wel zelf even ruiken en geef hem ook even de tijd om te ontwikkelen. Dan heb ik nog een perfume oil en die blijven ook echt heel erg lang goed. Volgens mij was dat in de, ik weet, dit is de white, oh de Japanese cherry blossom. Dit vind ik een van de lekkerste geuren van de Body Shop. En een olie, ja dat blijft gewoon heel erg lang zitten. Kijk, er zit ook nog de helft in, terwijl het 15 ml is. En dit zijn producten, daar doe je gewoon enorm lang mee, haal je echt waarde uit. En gebruik ik ook gewoon niet heel vaak. Want je moet ook in de mood zijn voor een olie. Maar dan nagellakjes. Hier heb ik ook een review van gegeven. Ik heb deze vier. Deze heb ik gekregen. Ik heb verder niet zelf gekocht. Want ik heb gewoon te veel nagellak. Ik ben heel tevreden over de kwaliteit van de Body Shop. En volgens mij zijn ze 6 euro. Als ik het niet verkeerd heb. Hele leuke prijsjes. Met enorm veel kleuren. En ze blijven echt goed zitten. Dus ik vind de kwaliteit prijsverhouding enorm goed. Dus ik zou gewoon eens een keertje anders een gokje wagen en een leuk kleurtje meenemen. En kijken wat je ervan vindt. Dan eens even kijken. Een aantal random producten. Ik heb hier nog een Glazed Apple Lip Tint. Deze zit in mijn tas. En ze zijn niet heel erg voedend. Maar ze hebben wel een enorm lekkere geur. En het zit natuurlijk recht onder je neus, je lippen. En dat ruikt dan gewoon heerlijk. Een lipgloss, een hele dikke, lobbige lipgloss, is pas onlangs een review ook online van geweest. Ik ben niet zo van de lipgloss, maar het geeft het lekker geurtje en het staat heel gezond ofzo. Van die beetje mooie, glanzende lippen. Dat is het een beetje. Een manicure setje, en deze moet ik ook nog reviewen. Ik weet de prijs hier nog steeds niet van, want het komt omdat het niet op de website staat van de Body Shop. En ik kan het niet vinden in mijn filiaal. De ene volger zegt tegen mij hij is 7,50 en de ander zegt 12,50. Dus ik moet er toch echt even achter komen. En de Body Shop heeft nog niet gereageerd op mijn Twittervraag. Dus wel heel erg handig, want hier zitten alle essentials in. Vooral voor op reis of gewoon voor thuis vind ik dit dus ideaal, want ik raak altijd mijn spullen kwijt. En het zit gewoon in een mooi dingetje. Dus ik ben hier heel blij mee. Even kijken, dan hebben we nog de Glazed Apple The Sparkler. Is ook een review van online gekomen. Vind ik er gewoon heel mooi uitzien. Ik vind ook, hij ruikt niet naar appel. Dat vind ik wel.
Hij ruikt er gewoon niet naar, maar hij geeft een hele mooie sparkle. En ik vind het uiterlijk heel mooi. Dus iets wat gewoon heel mooi staat op je make-upkast. Maar ik gebruik het echt alleen met speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld met nieuwjaar. Dan, dit product, en hier komt ook nog een review van. Deze is nieuw in de kerstcollectie, de Lip & Cheek Doll. Daar kan je dus je lippen en je wangen mee doen. Het is een rode kleur en je kan hem dus heel goed wel uitwrijven. Maar ik moet hem nog reviewen, dus verder weet ik ook niet zo goed hoe goed hij is. Kost ongeveer een tientje en in de vorm van een geisha doll. Wel heel leuk. Ik heb een lippenstift en ik had er meerdere opgestuurd gekregen. Maar dit is de enige die ik daadwerkelijk mooi genoeg vond om te houden. Je moet op een gegeven moment ook gewoon selectief zijn. Dit is nummer 120. En dit is een donkerrode, een beetje paarse kleur. En deze heb ik wel vaker op video's. En daaroverheen heb ik dan een lipgloss. Het is wel mooi. Relatief duur vind ik wel de lippenstiften voor de kwaliteit die je krijgt. Deze kwaliteit van deze lippenstiften is heel mooi. Maar ik heb ook andere lippenstiften gereviewd waar ik de kwaliteit niet enorm denderend van vind. En je bent volgens mij wel een tientje kwijt. Dus dat vind ik niet helemaal je van het. De Tea Tree Flawless BB Cream. Die heb ik toen getest. Ik heb hem in nieuw 1. Ik was geen fan van Tea Tree. Absoluut niet. Maar dit is een prima product. Verwacht je echt een tea tree werking, dan moet je het niet kopen. Wil je gewoon een simpele basis BB cream, dan hoef je niet per se deze te kopen. Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind hem gewoon mediocre. Hij is prima, maar niet heel boeiend. Twee kwasten. De namen staan er. Oh ja, dit is een blusher kwast. Die gebruik ik als highlighter. Als blusher vind ik hem niet prettig. En een oogschaduw kwast. Je kan zien dat ik hem recentelijk heb gebruikt. Ik heb mijn kwasten nog niet schoongemaakt. Kwasten van de Body Shop vind ik relatief duur, maar zijn wel goed in kwaliteit. Ik gebruik zelf liever Real Techniques en vooral Zuva. Voorkeur. Het is gewoon voorkeur. En dan als allerlaatste oogschaduw. Dan hebben we dit paletje. Ik heb een van de twee kerstpaletjes gekregen van de Body Shop. Ik heb deze is nummer 01 Frosted Pastels. En deze heeft een kleurtje min groen en bruin en zwart. Wel mooi, maar er moet nog een review van komen. Dus ik weet niet precies hoe de kwaliteit is. Dus het ziet er wel heel erg leuk uit in ieder geval. Ik had van vorig jaar ook nog een setje, maar die heb ik weggegeven. Ja, dat was meer een hebben dingetje of zo. Maar uiteindelijk gebruikte ik hem te weinig. Dus ik ben benieuwd hoe deze bevalt. Want hij is wel vrij duur. Hij is €25. In de sale, na kerst, is hij €12,50. Tip. En dan heb ik nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 oogschaduwkleurtjes. Ik had er meer. Heb er een aantal verkocht en een aantal weggegeven. Je ziet hier bijvoorbeeld de oude verpakkingen van de Body Shop. En je ziet hier de nieuwe verpakkingen van de Body Shop. En deze twee kleuren zijn ook favoriet bij mij. Het is een mooie bruine en een mooie beetje champagne. Oh ja, deze heet ook Champagne Kiss. En deze heet Coco Deluxe. En dit zijn mijn favorieten. En deze vier heb ik ooit een keer 2 jaar geleden gekocht in de sale. Het zijn wel hele leuke dingetjes. Relatief duur, de oogschaduws. De single mono oogschaduws van de Body Shop. Maar de kwaliteit is wel weergeloos. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik ga niet €10 betalen voor één kleurtje als ik voor €10 ook een sleekpaletten heb. Dat snap ik. Daarom koop ik ze in de sale, want ik vind de kwaliteit wel echt enorm goed. Voorkeur. Schoon voorkeur. Dat was hem. Dat is mijn The Body Shop collectie. Wat een geklets. Ach, bijna 20 minuten. Sorry jongens. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als je vragen hebt, dan kan je die altijd hieronder stellen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het super tof vinden als je zou willen abonneren. En ik zie je heel erg graag de volgende keer weer.